Hallo, wat zie je als je naar een film kijkt? Of specifieker gezegd, wat zie je als je naar de personages kijkt? Zie je dan enkel het personage of misschien ook de acteur? Het kan natuurlijk afhankelijk zijn van de kwaliteit van het acteerwerk, maar bij filmsterren is dit antwoord eigenlijk niet te geven. Zo zie je in de films van Charlie Chaplin een personage dat die afzonderlijke films overstijgt, waardoor je ook naar de acteur als mens kijkt. Nog heftiger was dit wellicht in tijden van Marilyn Monroe. Op het hoogtepunt van haar roem maakte haar aanwezigheid de film succesvol, maar tegelijkertijd vormden de rollen die ze speelde haar als actrice. Het is dit grensvlak tussen de personages die een acteur speelt en de persoon die hij of zij voor de buitenwereld is, waar Michael Newton in zijn boek Show People, A History of the Film Star, zijn vizier op richt. Hij stelt hierin dat wij de filmster in een film niet alleen als een glamour figuur zien, maar dat we ook kijken naar de persoon die erachter zit. Met zulke beroemdheden gaan we als kijker als het ware een intieme relatie aan, waarbij we de intrinsieke eigenschappen van een acteur of actrice zien, die ze wellicht in het dagelijks leven niet hebben of niet laten zien. En toch, en daarom voelt het als een bijzondere band, zie je een deel van iemands persoonlijkheid. In het acteren zie je hoe iemand is. Newton begint bij de opkomst van de film, bij de stomme film, met Mary Pickford als een van de eerste filmsterren. Hij beschrijft hoe onverwachts eigenlijk het effect van dit nieuwe medium was. Waar filmcritici het over technieken en ideologieën hadden, daar ging het publiek vooral naar de film vanwege de unieke relatie die ze voor korte tijd konden aangaan met de personages op het doek. Met als gevolg dat de persoonlijkheid van filmacteurs een belangrijke rol ging spelen en ze een product van de filmindustrie werden. Het boek bestaat uit 40 aparte hoofdstukken rond unieke filmsterren, opgedeeld in 5 delen. The Silent Star, The Golden Age, National Cinemas, New Wave Stars en Posthuman Stars. En zo is het slothoofdstuk gereserveerd voor de posthumane filmster Andy Serkis, die vooral bekend is om zijn werk in films waarin hij niet te zien is. Hij is de eerste filmster ooit die bekend werd om zijn performance capture als computeranimatie in films als Lord of the Rings, The Hobbit, King Kong, Star Wars en als de aap Caesar in de laatste Planet of the Apes trilogie. In het acteerwerk van Serkis ziet Newton de terugkeer van het brede acteren met mimiek zoals ooit bij de stomme film. En alhoewel je zou kunnen stellen dat deze motion capture, de computeranimatie, de film ontmenselijkt, stelt Newton juist dat Serkis in staat is om deze animatie menselijke expressie te geven. Hij voegt zijn persoonlijkheid toe. Tussen deze twee uitersten in chronologie en techniek, dus tussen Pickford en Serkis, zit nog een hele zwik filmsterren. En dit boek hoef je dan ook niet van voor naar achter te lezen. Het nodigt juist uit om de hoofdstukken te gaan lezen van de filmsterren die je zelf goed kent. In elk hoofdstuk beschouwt Newton wat hij zelf de persoon van de filmster noemt. En daarbij gaat het niet zozeer over de biografische gegevens of over uitspraken uit interviews, maar des te meer over de soorten rollen die de acteur heeft gespeeld. En daarin zoekt hij naar de kern, zoals bij Audrey Hepburn. Audrey Hepburn was so often a person discovered through metamorphosis, becoming what she originally did not appear to be. It was her fate to be manipulated. De wereld van de films van Hepburn linkt Newton aan de sprookjes en de comedies, waarin de lichtheid van haar personages, die vooral uitblinken in een nieuwsgierige onschuld, tot haar recht komt. Een andere kant van het sterrendom wordt belicht in het hoofdstuk over Robert De Niro, die als muze van regisseur Martin Scorsese fungeerde in films als Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull en The King of Comedy, waarin niet geheel toevallig de relatie van de personages, maar ook die van de kijker, met beroemd zijn wordt onderzocht. En dat is een gekke relatie, waarin we het liefst de geadoreerde beroemdheid zelf willen zijn, aldus Newton. Door deze films werd De Niro als acteur het summum van authenticiteit, bijvoorbeeld door de films Raging Bull, waarin hij de bestaande bokser Jake LaMotta speelde en hem fysiek ook werd. De Niro leerde boksen op hoog niveau, ging naar Italië, kwam er vele kilo's aan om er als LaMotta uit te zien, maar ook om hem te voelen. The winner is Robert De Niro, The Raging Bull. Zo werd De Niro met Raging Bull het toonbeeld van acteurs die risico's durven te nemen om het echt te maken. Waardoor er voor filmkijkers een extra laag bij is gekomen. Omdat we onder de indruk kunnen zijn van de energie en de risico's die de filmster voor de film en dus indirect voor ons heeft genomen. Zo is Show People een boek dat je wellicht begint te lezen als een luchtige analyse van filmsterren, van individuen, van dansduo's en van beroemde dieren in films. Maar doordat het telkens over het kunstmatige gaat, waarin we juist de persoon van de acteur zien, laat het de merkwaardige kant van het bestaansrecht van filmsterren zien. En zo kwam ik al lezende tot de conclusie dat die merkwaardige kant bij ons ligt, bij de kijkers. Want wij zijn het blijkbaar die waarde hechten aan die intieme relatie met acteurs, met mensen die we niet echt kennen, maar van wie we een stukje persoonlijkheid kunnen zien, dat verborgen ligt in wat de filmster ons toont.